heel hartelijk bedankt. Ik vind het echt een voorrecht om met u ook wat te delen. Nou, als u denkt in een gemeente in Nederland is veel verschillen in persoonlijkheid, dan moet u naar Papua gaan met verschillen in cultuur. Want de Papuaan is echt anders als de Indonesiër, die Javaan, die Javanese. En dan is dan gooi je nog die Amerikaan in en die Zuid-Afrikaan en die Nederlander is ook nog daar binnen. Dus ja, veel groter recept voor conflict. En ja, wij zijn nu 10, 11 jaar op die zendingveld in Papua, als Martin zei. En wij hebben best veel gezien wat conflict kan doen op die zendingsveld. Ik sprak net om Miel en hij zei ook, ja, je denkt altijd, ja, op die zendingveld kan het wees. Dus was acht, waar conflict kan niet wees nie, maar ze moest allemaal zenden, engelen of echte heilige mensen. Maar het is echt ook gewone mensen die gewoon niet in Nederland zit, maar echt in Papua zit. Die vliegtuig, die reis vanaf Nederland naar Papua, had je echt toen niet een engel gemaakt of een superheilige mens. Dus ons het veel gezien en ervaren dat er ja, veel conflict is. En net zoals u in Nederland heeft elke een die Here echt nodig. En conflict is echt iets voor mijzelf, als ik zei, je ervaart het altijd als iets negatief. Je wil wegskram daarvan. Mijn achtergrond, mijn familie, was daar veel conflicten en veel ruzie. Dus mijn persoonlijke, mijn temperament wil altijd de peacekeeping. Hè? Altijd maar proberen weer om vrede te houden. Dus niet die conflict aandurf niet, want het is echt super negatief. Maar dit is niet die Bijbelse manier niet. En het heb ik ook gezien in de afgelopen tijd dat conflicten echt iets een kans is. Als Arjan zei in die boek, een gouden gelegenheid. Want wij, als wij zeiden, wij zijn geen heiligen op je zendingveld. En iemand heeft pas onlangs van mij dit gebed. Hun zei, dus zendelingen wat jaren onder die Chinese werk. En die man appte mij een paar dagen geleden en hij zei, ons bid voor jullie. Hij zei twee dingen. Die werk wat ons voor de Heer Jezus doen, is van klein belang. Die werk wat ons doen, is van klein belang. Om zijn wil te doen, door zijn geest geleid te worden, is dus al wat onbehaag. Die werk wat hij in ons doet, om ons nederig te maken en ons te vormen naar zijn beeld, dit is van groot belang. En ik denk, dit is, als ik moet denken aan mijn leven op die zendingveld in 12 jaar, is dit het grootste deel dat God dit gedoen heeft. Dat hij die hele proces van zending gebruikt om ons nederig te maken. Want ons kan vaak groot worden. Vooral als geestelijke werker, als jij ziet dat God door jou werkt, is daar een groot verzoeking om hoogmoedig te worden. En om te denken, ja, ik doe dit goed. En dat het is een groot stuk van wat God wil doen, is om ons nederig te maken. En om zijn beeld in ons te brengen. En conflict is een van die dingen wat hij ons een gelegenheid geeft, een grote kans geeft. Dus niet weghardloop, niet wegrennen, maar naar God toe gaan. En ik wil met u graag deel, een klein deelkie. Die afgelopen 8 maanden waren wij in Zuid-Afrika. Ons moest vanuit Papua naar Afrika gaan ons moest voor visa renewal en ons het toe, al die kerken wat ons ondersteunt, het ons gaan bezoeken. Dus veel op reis, de afgelopen 5 maanden, elke 3 weken zeg maar, bij een andere familie en een andere gezin. En dan maar gesprekken en ontmoetingen. Dus ons met ons gezin met 4 kinderen en ze zijn allemaal nog klein, 9, 7, 4 en 1. Dus
was ook veel ruimte voor misverstanden en conflict, want dat is maar, die kids is nog in training en je probeert, ik zeg altijd, het voelt alsof ik in een winkel liep met een grote tas en ik probeer, in die gangetjes is maar heel nauw, dus ik probeer maar echt niks om te duwen, maar je probeert het goed te doen, maar als je zomaar dops, dan stamp je iets en het valt op je vloer en dus een beetje van een gemors. Dus dit ging een beetje zoals dit. Je probeert het goed te doen met een mooie hart, met mooie intenties. Je wil niet, je gaat niet zomaar om ruzie te maken met mensen, maar ja, oh sorry, dat is niet goed gedaan. En zo kwam er een conflict. Ons het gewoon bij mensen en ja, die kids, die huis was vies. En wij wisten niet, we hadden het niet gelijk door, dat het niet goed zat in hun hart. Dus het ging voor een poos. Maar op een gegeven moment heb ik gevraagd, maar is er iets aan die hand? Ik zag in de relatie, dat daar is een beetje verwijdering. En ja, toen kwam het naar boven. Dus echt al een hele tijd was hij niet blij met ons gezin en hoe het ging. En ja, dan voel je je verwond. Als Miel zei vanochtend. En dan is dat gelijk die verzoeking om te gaan reageren. Van, ja, maar dit is niet, moet niet zo materialistisch wees nie. Wij komen uit Papua, die mensen hebben niks. Maar wat is het nou, een kopie wat gebrek heeft? Of, moet niet zo, om dan te gaan redeneren van, wie is recht? Dus vaak een conflict raak het een strijd van jij, mijn opinie en jouw opinie. En dan kan mensen veel in een rondje terechtkomen van ja, jou is recht, ik is recht, jij is recht. Maar dit is eigenlijk een beetje tijdmoors. Gewoon en, om dan op dat moment te gaan stilstaan en niet vanuit de emotie te reageren, maar echt stoppen. En dan in dat moment naar God gaan. Here, help mij. Help mij eerstens om niet vanuit de emotie te reageren. Here, help mij. Help mij. En hoe moet ik nou verder? Hoe moet ik dit verder goed maken? En wat kan ik leren? Hoe kan ik het goed maken? Maar wat kan ik ook leren? Is dat iets wat u van mij wil leren? Hoe kan ik veranderen? En toen wat God mij antwoordt is gewoon liefde. Die Heere wil dat ek hulle lief hê. En dan, Heere, help my. En niet alleen om niet te retaliate, gewoon terug te trekken, maar gewoon echt bless them. Echt die beste vir hun wil. En ek geloof echt, dit is die kern van enige conflict. Enige conflict legt hier. Om dan rechtig, waarlik, te sterf van mijn eigen reacties, mijn eigen je afgoede en om God toe te laat om liefde te gee. Want in die moment, as God sy liefde gee en jy kan vanuit liefde dan reageer, dan gaan enige situasie kan alweer voorsiening kom. Maar die kern is ek gewillig dat God my liefde gee vir hun. My eigen karakter of die verwonding om te buig en te sê, Here, help my om hulle lief te hê. En ek het dit echt gedoen, soms duur het een tyd, het gaat niet gelijk, oh, liefde, wow, wonderlijk. Allemaal goed. Kom, knuffelkie. Het ging niet allemaal zo, maar echt naar God te gaan, iedere keer, Here, help my. Help my en ik zag het zo mooi hoe God het doen, hoe hij echt getrouw is. Als ons zwak is en ons erken en ons sê, Here, geef my liefde, en om dan ook te kies voor dit, en om die stap te sit, gaan koop maar een bloem, of praktisch, maak een bakkie koffie, doen iets in liefde, doen iets goed, neem een stap in liefde, en hoe God gelijk verzoening weer kan brengen, en die relatie goed maak, en hoe iets moois kan voortkomen. En dit is, ik zeg, zo een mogelijkheid, een kans, om
te veranderd te worden in mijn karakter, die deel in mijn karakter wat nodig had het om te veranderen, maar ook om te sterven van mijn hoogmoed. Want ik wist vanuit mijn achtergrond dat people's pleasing, zeg maar, om mensen te willen gelukkig maken, is echt een groot stuk van mijn karakter wat God wil veranderen, maar ook in people's pleasing is eigenlijk die stuk hoogmoed wat wil hebben dat mensen altijd van jou moet houden. Dit is echt hoogmoed wat ook moet sterven. Dus dit was echt een prachtige kans en ik zie nu die conflict wat eigenlijk niet leuk is, was een grote tool in Gods hand. Maar om dit echt op de Bijbelse manier, als wij uitgebreid geworden hebben, te zien en aan te grijpen en naar God toe te gaan met dit. Ja, er zijn zoveel verschillende situaties wat ik nog kan deel, maar dit is echt de kern van wat ik op mijn hart had. En mag de Heer ons iedereen helpen en ons altijd herinneren dat God ons wil nederig maken en steeds meer ons wil veranderen naar zijn Zoon. En mag hij ons iedereen helpen. En het is zo amazing dat God het doet. Als hij ook zei, conflict is niet leuk. En als mijn kids vechten of bekleiden, dan vind ik het ook niet leuk. En ik denk, God vindt het ook niet leuk. Dat het is ook, dit maakt, doet zijn hart ook pijn als broeders en zusters conflict heeft. Maar dat hij zelfs dit ook weer kan gebruiken tot zijn glorie. Het is echt iets wat mij zo goed voor kan aanbidden. En zeggen, wacht, Heere, dankjewel. Hij is amazing. Hij is echt zo groot. Ja, zo kom gerust naar die zendingsveld. Voor meer conflicten. Dankjewel.